We wiegen eraan. 75 jaar. 40 jaar aan het kunst maken. En mijn werk bestaat uit onderwerpen die ik vooraf bedacht heb te willen behandelen. En dat begint met wording tot vanitas. Dat heb ik gelukkig, omdat ik daar wel in uitgewerkt was, kunnen uitbreiden in postscriptum. En binnen het beeld van postscriptum heb ik mijn nieuwe doelen gesteld. Onder andere bijvoorbeeld het idee om meubelen te verwerken in abstracte vorm. Daar is dit een voorbeeld van. Hier is er een voorbeeld van. En hier weer een voorbeeld van. Om naar een volgende stap te gaan, dan laat ik willekeurig wat zien. Dat zijn allemaal werken op papier, maar die heb ik dus ook op linnen uitgevoerd. Dit heeft te maken met vlechtwerk. Omdat ik een familie ben van uilen die altijd in vlechtwerk hun geld verdiend hebben, heb ik daar enige kennis van verworven. En dit zijn een paar beelden ervan. Daarnaast binnen het raam en werken op papier, hier even een beeld wat dus niet met die laatste ontwikkeling te maken heeft, maar wel dus met de abstracte kunst zoals ik in zijn algemeenheid bezig geweest ben. Mijn grootvader die las vroeger de Punch en dat is een blad uit 1894 denk ik, 1893. Dit is zo'n boek, eeuwen oud. Dat is hier door mij verkracht. Ik heb er eentje bewaard, die is niet getekend. Ik ben erop begonnen als kind te tekenen, omdat er lege bladzijden in waren. En ik mocht het gebruiken om als kind te tekenen. En ik had er nog eentje en toen dacht ik, nou als ik er daar toch als kind al in gekrast heb, dan kan ik het ook wel per pagina naar mijn hand zetten. Dus al die pagina's die er zeg maar al vroeger in 1893, dus wat was het? Sorry, ik ben het alweer vergeten. Doet er niet toe. Geëtst zijn, om zodoende dus, zeg maar, zo'n boek te kunnen printen in die tijd, heb ik elke pagina die zich ervoor leende bewerkt tot iets wat mij aanstaat. En het is, zoals je hier ziet, vrij mathematisch. En zo ontwikkelt mijn werk zich langzamerhand ook, maar ik kan het niet loslaten, dus ik ga op allerlei wijze door. Deze schilderijen, dat zijn stellingen die uit een fabriek komen van vurenhout. Daarvan is de meest linkse en de rechtse is eigenlijk één paneel. Je kan het zien aan den en uil. Hiertussen staan de schilderijen waarop ik begonnen ben. Buiten die panelen tussendoor, hier staat allemaal hardboord. Dit zijn schilderijen uit de beginperiode, op hardboord geschilderd. Het lijkt niet zo comfortabel om mee te werken, maar we hebben stalen lijsten waar ze dan precies in passen. Dit is geschilderd met lak, dus ook niet met olieverf of wat dan ook. Maar eigenlijk ben ik begonnen met het schilderen op kartonnen dozen, tv-dozen, hard karton. Dan kom ik bij deze. En voor de aardigheid, dit is nummer 731. Dit is van nummer 676. Het ouder weer. Ja.